Vandaag kopen wij alles op de rommelmarkt. En blijf kijken om te zien hoeveel dat oplevert. Welkom terug in mijn geweldige mansion. Met een dubbelbed. Hé, hey, dat is op zich wel een idee. Een dubbelbed. Maar, hey, misschien dat we zo meteen kijken of we hier gebruik van kunnen maken. Hoe we hier dingen op kunnen plaatsen. Want ik heb dat in het verleden geprobeerd en het lijkt niet echt fatsoenlijk te werken. Dus daar wil ik vandaag nog wat gebruik van proberen te maken. Maar deze video staat volledig in het teken van die rommelmarkten. Ik wil dus alles kopen en hopelijk dat we daar winst mee kunnen maken. Momenteel hebben we $110.000 en we zullen zien of dat meer of minder wordt. Dat is eigenlijk een beetje het hele ding. En volgens mij heb ik trouwens iets meer geld dan ik had in de laatste video. De reden waarom is omdat ik een klein beetje loop op gamblen. Want via die laptop kan je hier op gamble klikken en er is blackjack en sugar pop en... I mean, ik vind het wel leuk om hier en daar een klein beetje te spinnen. Dus dit heb ik een klein beetje lopen doen. Grotendeels verlies geleden. Maar ik heb gelukkig een paar keer flink wat geld kunnen winnen. Waardoor ik nou dan geëindigd ben op 110. Ja, we pakken de bus. We gaan rondrijden. Kijken wat voor rommelmarkten er allemaal zijn. En het idee is dus om alles te kopen. Waarom? Oh, dan kan ik mijn auto verkopen. Ik denk, waarom de hel? Ik vind het nog steeds raar. Waaraan die verkoopvakken hier op straat staan. Of in mijn tuin en niet op mijn inrit. Why? Zometeen kom ik langs mijn oude huisje. In hoeverre het een huis is. Eigenlijk meer gewoon een schuur. En ze hebben hier wel wat spullen. Dus kijk, letterlijk daar. Ik zou het toch gelijk daar kunnen dumpen. Maar wij gaan dus gewoon alles kopen wat we kunnen vinden. En we beginnen met een umbrella. Incredible. Wacht, ik ga even moeten kijken. Hoeveel zijn die dingen waard? Dit ding is waard 16. Dus ik maak in theorie al gelijk winst. Ik geef jou $7. Ik heb een umbrella. Ella. Under my umbrella. Oké, ik yeet deze hier gewoon in. Ah, godsamme. Ik kan ze ook gelijk sellen. We hebben die quick sell functie. Misschien dat we daar gebruik van gaan maken... €110 voor dit ding. Hij vraagt 170. Maatje. Spoor je wel. Kijk, het is 110 waard. Maar dat betekent niet dat ik hem voor 110 moet sellen. Ik kan daar zelf ook weer wat geld op zetten. Dus ik denk als wij... ja, 129. Misschien dat ik hem zelf kan sellen voor 150. Kijk, deze man heeft geld zat. Hij heeft gewoon twee toffe auto's op de inrit. En een... Dude. Dit is waarschijnlijk het grootste huis in deze hele game. What the hell? Oh, nou pas op. Oh, dat was mis! Oké. Ik kan mensen raken met die dingen. Dan hoor je die andere z'n tenen. Oh, ik had gehoopt dat ik mensen kon optillen en een auto kon gooien. Alright, weet je wat? Bonk. Een nieuwe bal. Dat is de verkoop, right? 10, ik geef je 5. Hij zegt 8, ik zeg 7. Dat wordt hem, hè? Kijk en leer. Oh. Oh, dat kan ook. 7. Een nieuwe emmer voor de collectie. Ja. Dumbbell. We hebben hier ook een vaas. 480 waard. Hij is in good condition. Wij kunnen dat... Oh, nee. Ik kom even upgraden. Bonk, bonk. Moet voorzichtig slaan, anders gaat hij kapot. 600 waard. 520. Oké, ik had niet verwacht dat hij dat zou accepteren, dus... Ah. Hey, we kunnen dus soms echt wel wat lager zitten, man. 1210 voor dit ding. Dit ding is helemaal trash. 1000. 855. Great deal. Nou, dit ding... Weet je wat? Ik moet het eerst eigenlijk allemaal wel een keer repareren. Dit ding is 5,50 waard. Hij vraagt 4,70. Oké, okay, dat is dus eigenlijk al winst. 3,65. Oké. Dit ding. Ik geef je 10. Ik weet niet wat die waard is. I don't care. Het is alweer 3 uur. Ik weet niet of we met dit tempo alles kunnen doen in één dag. Ik denk het niet. Dat is een probleem. Want volgens mij na 8, dan is iedereen gewoon vertrokken. Dus we moeten eigenlijk een beetje meer haast maken. Ik moet eigenlijk minder bieden. Maar ja, dat is wel een beetje het hele doel van deze game, right? Dat je een beetje onderhandelt. De beste prijs probeert te krijgen.
Deze hebben we nog niet eerder gezien. De teddy bear. Dit ding is huge. $50. Een printer, een broodrooster, een spiek, een kruiwagen. Blijkbaar had ik die dingen al gescand. Ik zou zweren dat ik die nog nooit om heb gezien. Oké, dit is al pure winst. Dat is al pure winst. Dat is winst. Dat niet. Dit wel. Dit. Hebben we nou één product gehad wat geen winst zou zijn? Dat is ook geen winst. En dit is ook geen winst. Met de prijs die ze geven. Maar nogmaals. Als ik tegen hem zeg, weet je wel, 175 is eigenlijk geweldig. Ja. We zijn een storage veteran. Kijk eens aan, boys. Een echte veteraan. Oké, ik wil die teddybeer voor 45. Ik zit dan nog steeds te hoog. Als ze het gelijk accepteren, moet je lager zitten. Waar zijn de bijzondere artikelen? We zijn op zoek naar iets unieks. Iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt. En dat gebeurt nog niet echt. En last but not least, een microscoop. En daarvoor vragen wij 500 flat. Dat is inderdaad wel iets te goedkoop. 555. Shoutout naar de mensen die die reference herkennen. Oké, kan ik dit dicht doen? Dat past perfect. We gaan even een kleine pitstop maken bij ons huis. Het is 7 uur. Kunnen we gelijk even een klein beetje snacken? Wait, waar woon ik? Opgepast, meneer. Kom maar langs. Yeah. Volgens mij hier links wonen wij. Er zijn nog 2 huizen waar wij langs kunnen gaan. Of 2 markten. Dat gaat niet meer lukken vandaag. Dat geloof ik niet. Tenzij ze gewoon geopend blijven. Dat zou kunnen. Ik heb geen idee. Maar we moeten sowieso plek maken. Dat is wel duidelijk. Ja! Yeah! Een kruiwagen. Oep, voor al ons geld. Ik vraag me af, welke items wil ik bewaren? Waarschijnlijk gewoon de zeldzame items. Als we die überhaupt kunnen vinden. Dat is een beetje de bedoeling natuurlijk. Tot op heden nog niks kunnen vinden. Ik kan zo'n stoel daarvoor neerzetten. Over dat gesproken, ik had daar een stoel neergezet. Ik zal eens kijken of er nog is. Want volgens mij alles wat buiten je huis staat, dat verdwijnt. Maar is mijn stoel er nog? No. Oké, ik had hier een stoel neergezet. Die is dus gone. Zat er dik aan te komen. En het is nu... Oh, wait. Het is nog geen avond. Ik dacht dat het om 9 uur avond werd in deze game. I guess not. Oké, de volgende markt. Er is er eentje daar. En er eentje naar beneden. En die daar beneden. Ik kan niet eens naar boven met mijn map. Maar laten we hopen dat hier iets bijzonders te koop is. En ik zie al gelijk een hele mooie stoel. We gaan eerst alles repareren. Zodat we in ieder geval een beetje weten waarover we het hebben. Kijk, dit is dus zwaar overpriced. Dit ding niet. Weer zo'n Chinese vase. Die is ook iets overpriced. $50. 1000. Hey, een gamer laptop. Ja, daar kunnen we instant winst op maken. Een Roomba. Wait, dat is een legend. Why the hell is dit een legendary item? En deze heb ik nog nooit gehad. Oké. Daar zit er nog wel flink verschil in. Dus wat hij waard is en wat hij vraagt. Vieze scammers. Wederom niet de meest interessante items. Maar we gaan natuurlijk beginnen met die Roomba. Kan ik die naar beneden krijgen? Want dit... Dude, ik geloof niet dat we hier uit gaan komen. Ik ben eigenlijk geneigd om... Hè? Zoiets te betalen. En dat scheelt nogal. 14. Ja, ik geloof niet dat we naar dit 13 kunnen gaan, of wel? Oh. Hij begon op 1800. Dat is een flink verschil. Hij is behoorlijk in prijs omlaag gegaan. Hij voelde zich geïntimideerd. Dat snap ik. Ja, die invloed heb ik wel regelmatig in deze game. Alleen in deze game. 650? Like, what the hell? Dit ding was 1000 waard. We jieten alles er weer in. En dan zie ik jullie zo meteen bij het laatste adres. En dan hebben we in principe dus gewoon alles gekocht wat we konden vinden. Nou, is er nog wel meer te doen in deze game? Je hebt ook nog die kermis. Of de carnaval, zoals die heet. Ik ben benieuwd wat daar te doen is. Daar kun je dus ook dingen winnen. En
misschien dan alvast even een klein beetje een koekeloer. Vol gas! Ik weet niet precies waar we moeten zijn. Maar ik rij maar gewoon deze kant op. Volgens mij zag ik hem. Volgens mij zag ik letterlijk... Ah! Oh! Ik dacht dat ik wat gevulde tafels zag. Klopt dat? Jazeker. En het is dus blijkbaar nog gewoon geopend, terwijl het middernacht is. Dus dat is perfect. Staat hier iets bijzonders bij? Ik meen wel wat leuke dingen, maar niks extreem speciaal. Een band. Hoezo hebben wij nog niet eerder een band gezien? Je zou zeggen dat het een van die dingen is die je het meeste zou vinden in deze game. Van een random tire. Die heb ik ook nog nooit gescand. Hoe dan? Vreemd. Maar ik ga weer even alles repareren. Ja, we moeten sowieso boven de 110.000 belanden. En dan hadden we winst. Volgens mij was dat het. En ik ben er 100% van overtuigd dat dat gaat lukken. Ik weet niet meer hoeveel dit ding waard is. Maar ik wil hiervoor betalen 301. Oké, dat doet hij niet. 315. Doet hij wel. Oké, weer een tv. Dude, ik kan mijn hele kamer nou ook volzetten met gewoon dezelfde tv's. 95. Verkocht. 180 voor een magnetron. En als laatste deze geweldige Chinese stoel. Voor 55. 10.037 hebben we open. We hebben dus nou alles gekocht wat er te koop was. Kijk, morgen zijn er weer nieuwe... markten. Vlooimarkten. Dus misschien dat ik er nog een beetje rondrij. Kijken of we wat bijzondere artikelen kunnen vinden. Maar voor nu wilde ik gewoon even alles kopen. Gewoon voor de leuk. Ik denk oprecht dat het super tof is. Als je heel erg prijsbewust bent van allerlei kunst. Om dan al die markten af te gaan. En leuke dingen te kopen. Kijk, de meeste mensen die weten niet wat artikelen waard zullen zijn. Maar als je dat dus wel weet. Dude, dat lijkt me zo fantastisch. Ik heb een klein probleempje. Dit gaat niet passen in mijn bus. Deze misschien nog wel. Als ik een beetje prop. Snel, doe de deur dicht. Oef. Maar daar denk ik kan ik niet meenemen. Dus die haal ik morgen nog wel even op. Of straks. We gaan eens even alles thuis dumpen. We zetten alles te koop. En we hopen op het beste. Home sweet home. Ik heb een klein probleempje. Ik had een paar artikelen liggen die nog niet gerepareerd waren. Dus die kan ik nog niet verkopen. Godsamme, het zit allemaal vast! Het zit allemaal vast! Ik kan dat niet pakken. Ik heb die Roomba. Ik twijfel of we die willen bewaren. Dat is wel een legendary item. Is misschien leuk om te houden. Maar ja, van alle dingen, een Roomba is dan niet de meest interessante. Dan heb ik liever gewoon een gouden AK of zo. Oké, nou, dit ligt in ieder geval maar binnen. Ik ga het allemaal te koop zetten. En dan gaan we zien hoeveel dit... Geintje ons gaat opleveren. Oh, het is al verkocht. Oh, lol. Autocel staat al aan. Zo snel kan het gaan. Ik ben er niet eens klaar met alles te koop zetten. En we hebben al winst gemaakt. Fantastisch. De zaken gaan goed. Dat is wel duidelijk. Ik vraag ook niet eens de hoofdprijs. Maar mensen die kopen gewoon. Zo simpel is het. Ik ben benieuwd als ik de hoofdprijs zou vragen... dat het uiteindelijk toch verkocht gaat worden. Dat zou iets kunnen zijn wat we in een andere video proberen. Hoeveel items heb ik, man? Ik ben al zo lang bezig. Het raakt niet op. Het is insane. Kijk, ik heb een paar dingen dus niet eens te koop staan... want die waren nog niet gerepareerd. Maar we passeren elk moment de 120.000. En ik heb natuurlijk nog steeds die arcade machine. Die moet ik erop halen. Ik was je bijna vergeten. Shit. Holy. Niemand zegt iets. Jongens. Ik weet niet meer waar dat was. No, ik ben verdwaald. Het moet hier ergens zijn. Het was een groot huis, ergens op een hoek. Waarschijnlijk dit huis aan de linkerzijde, right? Dit huis is huge. Het is letterlijk hetzelfde huis. Wait, was het hier? Oh. Ik dacht dat het een groot huis was. Dat was waarschijnlijk dan een andere... aankoop die we hebben gedaan. Alright, well. We rijden langs ons andere huis. En dan kunnen we nog een paar dingen even repareren. Maar ja, winst hebben we dus al. Dat is wel duidelijk. Ik wil toch even kijken bij die kermis. Ik ben gewoon benieuwd wat daar is. Dus nog even wachten. We gaan er zo meteen heen. Maar volgens mij kunnen auto's winnen.
Ja, helaas heb ik dus niks bijzonders voor in ons eigen huis. Dat vind ik een beetje jammer. Want ik wil graag een beetje onze woning opfleuren met wat nieuwe items. Maar als we niks hebben, dan houden we het op. We gaan eens even rustig tukken. Dan rijden we morgen nog een klein beetje rond op zoek naar, nieuwe markt. Gewoon om te kijken wat mensen hebben. En dan gaan we dus eindigen bij de kermis. We hebben zo'n... hoeveel is het? 2000 winst? Nee, niet 2000. Hoeveel was het? Oh, en de game crasht. Waarom crasht deze game zo vaak? Alright, we are back. Waar zijn de vlooie markten? We pakken de map weer eens even bij. Er zit er eentje rechts om de hoek. Kijk eens. Ideaal. Zit daar iets leuks bij? Het enige wat we kopen, dat zijn bijzondere items. We kunnen voor Epic gaan. Ik ben eigenlijk op zoek naar Legendary. Wait, wow. Deze hebben we nog nooit eerder gezien. De drums. Hoeveel is dit ding waard? 360. Hij vraagt 350. Cowboy hat. Nee, ik ga echt alleen nog maar Legendary dingen kopen. Gewoon puur voor de leuk. En dit is allemaal shit. Ja, ik kan sowieso winst maken, maar ja, laten we eerlijk zijn. Winst is nou niet echt heel erg belangrijk nu. We hebben zoveel geld, het is allemaal prima. Dus we hebben andere prioriteiten. Oeh, ik zie al een koelkast en een telescoop. Fantastisch. Die stoel hebben we eerder al gehad. Die hebben we ook al gehad, die hebben we ook al gehad. Een zaag. Een pan. Een camera. Oh, een table fan. Die hebben we nog niet eerder gehad. Bliep. 9 hele... dollars. Fantastisch. En het is allemaal weer een beetje shit. Ja, helaas. I don't need this. We gaan eens even kijken of we in het reuzenrad kunnen. Oh, oké. Ik weet niet of jullie al die auto's zagen staan. Is daar een hele oude Corvette? Ik vraag me af of deze auto's dan ook te vinden zijn in die andere garages. Ik neem aan van wel. What? En een Carrera GT. Ticket is 600 bucks. 999 en 666. We hebben hier allemaal minigames die we kunnen doen. Oprecht wel geinig. What the hell? Oh, ik moet die knop inhouden. Oh, game over. Dat gooien is ook lastiger dan het lijkt. Bonk! Wat heb ik eigenlijk mee opgeschoten? Ik heb geen idee. Wait, kan ik je katten kopen? Oh, is een hond. Oké, al deze... Oh my god, are you kidding me? No. Skip die toilet. Oh, hell no. Maar ja, we hebben hier dus tickets voor nodig om deze dingen te kunnen kopen. En die tickets kun je dus krijgen door middel van de minigames. Oh, oké. Die auto's zijn dus 999 tickets en niet 999 dollar. Oh, dit gaat in super slow-mo. Strike! Ik heb niks gewonnen. Dat is een beetje jammer. Oh! Hey, I tried, oké? Okay? I tried. Ja, hey, misschien hebben we hier dus de volgende keer terugkomen. Dat ligt eraan of jullie dat willen zien. En anders dan zal dit waarschijnlijk de laatste video zijn van deze game. Want we hebben praktisch alles gedaan. Dus ik ben tevreden. Waar is ons huisje? Dan gaan we terug naar huis. En dan gaan we daar mooi stoppen. Home sweet home. Hier gaan we beëindigen. Dus vond je nou een leuke video? Drop zo eens een likeje. Abonneer voor meer. Klik op de bel. Check hier voor meer video's. En hopelijk tot al snel. Houdoe.